Zeg, dit was zo een domper weekend. Ik weet niet of je kan zien, maar volgens mij heb ik al 24 maanden oud, jongens. En wij slapen eigenlijk al 24 maanden. Ja. Wil jij nou ook soepje eten? Mensen vragen ook wel eens van wanneer doet Lia die spelen. Grote jongens. Ik denk ze moet nog zo blijven. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is zondag, Sas is werken. En met de kid. Ik ben heel even kwijt. Voor mijn eerst ook. Papa, kijk wat. Ja. Doe het maar, kijk hier. Ik ga even wat eten maken voor de kids. Wie is Liano? We zwaaien. Doei, doei. Hallo, Lena zwaaien. Doei. Het is vandaag zondag, carnaval. Zondag, waarschijnlijk gaan we vandaag naar de optocht. Doei. Als het weer met z'n gaat toelaat. We nemen jullie bedankt weer mee vandaag. En ook ik ben thuis van het werken, lekker ja, met mijn gezinnetje. Ik moet zeggen, dit was zo een domper weekend, want alles wat wij willen doen gaat of ging niet door. Ik was vrijdagavond werken, ik had avonddienst en ik zat lekker een beetje festivalmuziek te luisteren. En toen dacht ik, weet je wat, het is morgen carnaval. Kleine hapjes appel, hè? Want ik vind het zo eng dat jij appel eet. Ja, doe maar eten, maar kleine hapjes, goed bijten, hè. Ik blijf het zo eng vinden, Liano die appel eet, maar hij vindt het zo lekker. Maar goed, ik dacht, weet je wat, laat ik Clem verrassen en laten we toch nog zaterdag naar Carnaval Festival gaan. We zouden eigenlijk niet gaan, want ik moet zondag werken. Dat was moeilijk met oppas. En wij zijn best wel koukleunend, dus wij dachten festival nu al in februari is best koud. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga die jongen verrassen. Er waren nog kaartjes te koop. Dus ik ga zometeen thuis kaartjes kopen. En dan gaan we daar gewoon naartoe. Dan ben ik de Bob, ga ik gewoon niks drinken die dag. En dan kunnen we ook gewoon s'avonds samen zelf naar huis rijden. En dat ik de volgende ochtend gewoon normaal kan gaan werken. Nou, ik kom thuis. Ik wil kaartjes bestellen. Ik doe mijn telefoon open. En ik zie allemaal filmpjes voorbij komen. Over Carnaval Festival is afgelast. Vanwege veiligheidsmaatregelen is te veel regen gevallen. Je zakt weg. Je auto's niet parkeren. Dus ik dacht, nou, ik tegen Glenn mijn verrassing vertellen. Ja. Mama. Nee, dan krijgt mama ook een stukje appel. Dankjewel. Oh, nog een stukje. Oh, proosten. Proost. Ja, dankjewel. Dus plan 1 ging niet door. Nou, Glenn zegt, weet je wat we dan doen? Gaan we morgen lekker met z'n tweetjes uit eten. Hij is zijn moeder vragen om op de kinderen op te passen. Nou, dat kan. Ik de volgende dag, want het was al 's avonds laat. Ik de volgende dag het restaurant bellen. Zitten ze vol. Bomvol. Geen één plekje voor twee personen. Om welk tijdstip ook. Bomvol. Kan niet. Nou, mijn schoonmoeder, mijn appel zegt. En toen zijn we gisteren met de kindjes lekker bij de McDonald's gaan eten. Waren de kinderen ook blij. Hè? Heb je lekker McDonald's gegeten? Dus ja. Weer een plan die niet doorging. Maar goed, daarna hebben we nog even lekker bij vrienden van ons gezeten. En hebben een hartstikke gezellig leuk avondje gehad. Heb je geen appels? Nee, pak Liano de appeltjes. Mama wil een stukje krijgen. Maar goed, dan vandaag. Ik moet vandaag werken. En vanavond ook. Ik zal wel een nieuw appeltje snijden. En vanavond ook, maar ons plan was om vanmiddag met de kinderen naar de carnavalsoptocht te gaan. Want dat hebben we met hun nog nooit gedaan. En ik weet zeker dat ze het super leuk vinden. Wat denk je? De hele tijd regen. Regen droog. Dus ik ben bang, want ik ga niet in de regen staan met de kinderen. We zijn net allemaal wat beter. Ja, hij voelt zich nu wat slechter. Wie weet begint hij nu nog. Dat weet ik ook niet. Oorpijn. Maar goed. Ik denk dus dat dat ook niks wordt. Dus dan zien we het wel. Dan wordt het gewoon weer een lekker dagje thuis. Ik ben net na mijn werk ben ik even langs de autodealer gereden. Want ik heb van de week een berichtje gehad dat mijn auto bij de dealer staat. En dat hun mij dus alleen nog een berichtje sturen over wanneer ik hem op kan halen. En ik zag een auto staan die van mij kan zijn.
Dus ik ben al helemaal excited. En ik hoop dat ik snel gebeld word, dat ik hem op kan halen. Dus dat gaan jullie binnenkort ook zien in de vlog. Maar ik ga nou eerst even een broodje voor mijn eigen maken. Even wat eten. Want ja. Want ik heb een beetje honger gekregen na het werken. Kijk eens jongens, even een lekker broodje met zelfgemaakte ijssalade gemaakt. Even mijn eigen verwennen, dat heb ik wel verdiend na een ochtendje werken. Heerlijk. Wat zeg je? Zeg dan. Hallo voor een nieuwe vlogje. Wat gaan we doen? Soep maken. Niet doen met die pen. Nou. Ja, oh mooi Lili. Nou, wij gaan dus geen carnaval vieren, want het blijft de hele tijd regenen. Dus ik en Milena gaan een heerlijk warm groentesoepje maken. Even wat haakballetje draaien. Wie komt er ook? Demi. Demi. Demi komt ook met haar baby. Die komt lekker soep mee eten. Liano heeft net heerlijk lekker lang geslapen. Wat heb je daar van kaantjes? Ja, je hebt bij de McDonald's gekregen gisteren. Ja, maar is toch van jullie samen? Ja. Daarom. En Milena die zit mij hier dus te helpen. En wij gaan eventjes nu lekker gehaktballetjes draaien. Ja. Liana ook soepje eten. Doe maar een beetje blazen nog, hè. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Blazen, goed zo. Ja. En dan kleine hapjes, hè. Ja, want er zitten ook balletjes bij. Lekker met balletjes. Schat, wie heeft deze soep gemaakt dan? Okay. Papa, papa, echt niet. Papa heeft lekker voetbal liggen kijken. Gekeken. Dus we zijn niet meer naar de carnaval gegaan. We hebben lekker een stokbroodje erbij. En ik ben druk op zolder bezig geweest met wassen en kleren uitzoeken. Van welke maten ze niet meer passen. Even alle maten bij elkaar. En de baby is er ook al. Die wipt haast uit de wipstoel. Maar die blijft vanavond bij ons slapen. Dus we hebben vanavond 3 kinderen. En ik ben werken. Hey. Succes! Ja. Gaat lukken, hè? Die vraag aan de buitenkant zijn, dus dat zei jij. Oh ja. Wat heb ik nou in mijn soep zitten? Gewoon het stukje van de bouillonpapier. Hier, zachtje. Ik hoef niet meer. Nou, ik zou even kijken. Eet smakelijk allemaal. Jij ook. Eet smakelijk. Het is de volgende dag. En wij hadden gisteravond een logeetje. Toen ik avonddienst had. Toen heeft mijn zusje Alia bij ons op bed gelegd. En dit was de eerste avond dat zij weer wakker werd. Normaal slaapt zij de hele nacht door. En zij werd gisteravond wakker. En ze was klaar wakker. En Glenn en ik keken elkaar aan. En nu? Dus toen hebben we uiteindelijk een extra flesje melk gegeven. Heeft ze half opgedronken. En toen is ze rond 11 uur gelukkig weer in slaap gevallen. Nou, wij zelf dus rond 11:30. Maar ja, ik weet niet wat het met Liano is. Maar Liano die was alweer om 4 uur wakker. Hij zit weer in zo'n een sprongetje, weet ik veel wat het is. Waarbij hij extreem vroeg wakker is. 4:30. En de hele enkele keer, als we geluk hebben, 5:30. Maar vandaag was het dus weer 4:00. Dus ja, het was even pittig. Liano is nog boven, schat. Hij is uiteindelijk weer in slaap gevallen. Maar ja, toen werd Alia wakker. Dus ja, ik weet niet of je het kan zien. Maar volgens mij heb ik wel wat wallen staan. Ik ben eigenlijk helemaal dood. 11:30 slapen, 4:00 wakker. Ja, ik weet echt niet wat het met hem is. Hij is 2 jaar, 24 maanden oud, jongens. En wij slapen eigenlijk al 24 maanden slecht. Wanneer gaat dit over? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik vind het zwaar, het is pittig. Jullie horen mij volgens mij ook heel vaak zeggen dat hij slechte nacht heeft. Het is enkele keren in die 2 jaar gaat het goed. Maar dan valt hij toch vaak weer terug in zijn oude patroon. En het is nu alweer, alweer dik 2 weken dat hij zo vroeg wakker is. En dat hij soms ook moeilijk in slaap komt. Vooral als hij naar de opvang is geweest. Dan lijkt het nog moeilijker te gaan. Maar al 2 jaar. 2 jaar slecht slapen. Oeh. Het breekt je op een gegeven moment echt een beetje op. Want mensen zeggen dan ook van wel eens van hoe kun je er zoveel nog bij werken? Want jij werkt er 32 uur in de week. Maar geloof mij,
op het werk kom ik tot rust. Echt. Gewoon eventjes iets anders doen. Ik weet niet. Je kan toch niet uitslapen. Dus door dan van huis te gaan en iets anders te doen, dat geeft me echt rust. Ook als ik een... Eerst was ik echt heel erg gek op een ochtend-middagdienst. Gewoon 8 uur achter elkaar werken. Dat vond ik heerlijk. Ja? Mag ik een banaan? Even wachten. Jij mag zoiets eten. Ik ga zo een beetje maken. Eerst vond ik een ochtendmiddag heerlijk om te werken. 8 uur achter elkaar. Maar nu vind ik het ook heel lekker om een ochtend-avonddienst te werken. Dat doe ik ook steeds iets vaker. Dan ben je 's middags gewoon thuis. Kan ik de kinderen of Milena zelf ophalen. Vaak om 3 uur van school. En dan 's avonds brengt Glenn de kinderen naar bed. En dan ben ik werken en kom ik thuis als de kinderen op bed leggen. Ik vind het heerlijk. Glenn vindt het minder, maar ik vind het echt wel lekker. Kijk, onze kleine is ook lekker te spelen. Maar goed, hè? Het moet ooit wel vanzelf weer goed komen, hoop ik. Ik hoop dat het snel is. Ik hoop als hij gewoon een beetje kan praten, dat hij kan aangeven of er iets is en waarom hij zo extreem vroeg wakker is. Of als hij slecht slaapt, wat er aan de hand is. Want hij praat nu natuurlijk nog niet, dus hè? Misschien dat het dan beter gaat. Maar goed, ik praat alweer veel te lang. Ik ga even wat ontbijtjes maken voor ons. Mensen vragen ook wel eens van wanneer doet Milena die speen weg? Nou geloof me jongens, ik wil ook niks anders dat ze stopt met de speen. Want het is ook echt voor de tanden. De tanden geven het ook aan. Maar geloof mij, als je al zulke slechte nachten met Liano hebt. En hij een keertje slaapt of jezelf eindelijk slaapt. Dan heb je echt geen zin in ook slechte nachten door Milena. Dus wat we nu aan het doen zijn, is we zijn nu heel erg aan het opletten. Want overdag zat ze hem ook weer steeds vaker in. Hij mag niet meer mee naar beneden voor mij. Dat ze hem overdag in ieder geval nu al minder in heeft. Echt alleen nog met slapen gaan. En dan over een tijdje, als hopelijk Liana wat beter slaapt, dat we dan ook in de nachten gaan... We hebben gezegd dat we hem gaan begraven voor de toetje 2. En dat we dan met haar, want 100% zeker dat ze dan 's nachts een paar keer wakker wordt. Want dan hoort ze nu ook, als ze hem niet kan vinden, dan gaat ze ook roepen van ik ben mijn toet kwijt. Dus ja, ik wil het ook. Ik weet dat het slecht is, ik weet dat ze 4 is. Maar ik trek het op dit moment niet om dat erbij te hebben. Want dan slaap ik dadelijk helemaal niet en dan kun je me echt opvegen. Dus we zijn nu heel erg bezig met overdag. Ik heb hem nu ook in de zak. Daar ben ik nu heel erg mee bezig. En ik hoop over een tijdje dat we dan de nachten kunnen afsluiten. Dat we hem gaan begraven en dat hij weg is. Maar ja, ik wil ook echt niks liever. Maar het is nu het moment nog niet. En dan vooral voor ons. Voor ons nachtrust vooral. Nou, de ochtend zit er alweer bijna op. Alia die ligt boven te slapen. En ik ben bezig met de lunches voor ons. De kinderen zitten aan een boterham. En ik ga voor mijn eigen ei geven lekker. Gebakken eitje maken. Ik moet vanavond een keer werken. Terwijl ik op maandag normaal eigenlijk altijd mijn vaste vrije dag is. Maar dat komt omdat het carnaval is. En wij veel carnavalvirus in het team hebben. En ik niet. Dus vanavond werk ik even een extra dientje. En dan de rest van de week ook weer lekker werken zometeen. Ik ben best moe moet ik eerlijk zeggen. Ik ben kapot. Natuurlijk kort geslapen, een nachtje van iets meer dan 4 uur, 4,5 uur. Maar ja, het komt wel weer goed. Alia die ligt nu dus te slapen. Dadelijk wisselt ze af met Liano, die gaat dadelijk slapen. Dan ruim ik je even een beetje op. Mijn zusje moet tot 3 uur werken, dus rond 3:30 komt ze Alia ophalen. Dan moet ik gaan koken en dan moet ik alweer bijna de deur uit. Dus zo ziet mijn dag een beetje eruit. Niet echt heel veel bijzonders, maar goed. Soms heb je van die dagen... Alia is een uurtje geleden opgehaald. Ik heb me even gedoucht en omgekleed om zometeen te gaan werken. Want ik had ook nog de hele dag niet gedoucht. Liana heeft best wel een lang dutje gedaan. Milena heeft eventjes lekker op haar kamertje gespeeld. En ik dacht net echt toen ik onder de douche vandaan kwam. Ik heb echt zo geen zin om te koken. We gaan iets makkelijks eten. Maar ik heb me bedacht en ik dacht kom op Sascha. Gewoon doorgaan. En het pannetje met boerenkool en het worstje staat alweer op. Dus dat gaan we dadelijk lekker eten. En daarna heb ik dus een avonddienst. En dan zit deze maandag er alweer op. Ik ga even de vaatwassen ondertussen uitruimen en opnieuw inruimen. Want ook daar ben ik gewoon nog niet aan toegekomen. Zo met 3 kinderen had ik wel kunnen doen. Maar ik heb voor de makkelijke weg gekozen.
En het lekker rustig aangedaan. Omdat ja, ik ben gewoon echt wel moe. Na die nog geen 5 uurtjes slapen. Maar goed. Weet je, vanavond na mijn avondienst gewoon lekker gelijk naar bedje. En hopelijk slapen en een goede nacht hebben. We gaan het zien. Morgen moet de hele dag werken, ochtend en middag. Dus dat zou heel fijn zijn. Maar we gaan verder niet meer klagen. Daar hebben we al genoeg gedaan. We gaan lekker eten maken. Kijk, en daar is Clanny thuis en die kan gelijk weer aanvallen. En Jana wil ook wat sausje bij, hè? Ja, gaan we lekker eten? Oh jongens, zij kan weer zo zeuren. Het ging zo goed. Wat is nou totdat ze ziek werd. Wat is er niet goed, Melina? Dit. Gewoon lekker eten, schatje. Lili ook lekker eten. Mama moutjes omhoog doen en slabbertje om. Wat moet netjes blijven? Je vork. Je vork. Volgens mij is er eentje moe. Je moet toch met je vork prikken om te eten? Nee, deze moet nog schoon blijven. Oh, ja. Oké, schoon. En nu? Nou, wij gaan lekker eten. Eet smakelijk.